In Bloemendaal heeft meneer Van der Leek last van pittige geurtjes van de buurvrouw. Het is heel potent. Het brandt in je ogen, het brandt in je gezicht. Als je er langdurig in zit, brandt het in je keel. De buurvrouw geeft de schuld aan de woningbouwvereniging. Zij heeft namelijk geen goede afzuigkap in haar keuken. Welkom bij de Rijdende Rechter. Ik woon hier al 23 jaar in dit appartement en met veel plezier voor de laatste 20 jaar en de laatste 3 jaar niet zo erg meer. Deze villa is opgedeeld in 10 appartementen. Dit is een redelijk klein appartement. En de laatste 3 jaar is er iemand komen wonen en het is niet tegen de persoon gericht, maar ja, mensen hebben andere kookgewoontes en andere cultuur. En nu heb ik overlast van kookgewoontes. Ik kon een bedrijf doen. Het is een kerrieachtige lucht, een heel doordringende, bijtende kerrielucht. Het is heel potent. Het brandt in je ogen, het brandt in je gezicht. Als je er langdurig in zit, brandt het in je keel. En dat is heel vervelend. En nou, overdag kan je dat wel misschien velen, want dan kan ik weggaan. Maar 's nachts wil ik slapen en dan is het niet te doen. Ja, ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik kook niet op een toestel. Ik heb allemaal kant-en-klare maaltijden. Want ik wil niet de geur in mijn kamer hebben 's avonds, want het gaat in mijn bekleding zitten. Ik heb altijd van deze kant-en-klaar maaltijden van een firma. Dit kost mij mijn gezondheid, want het is een slaapstoornis, krijg je ervan. En ik heb een neusbloeding gehad. Niet een bloedneus, maar een neusbloeding. Dat is iets heel anders als een bloedneus. Door die hele scherpe kruiden die er gebruikt wordt, en je zit daar de hele tijd in, dan verbrandt het eigenlijk je slijmvliezen in je neus. Ik mag ook nu geen gekruide eten eten. Ik mag geen echte warme eten eten. Ik mag niet warm douchen. Ik mag eigenlijk niet bukken, want dan heb je een grote kans dat mijn neus weer gaat bloeden. Nou, kijk. Ja, wat moet je dan doen? De woningbouw opbellen. Wilt u langskomen? Wilt u kijken? Nou, daar wordt eigenlijk niet op gereageerd. En als ze dan later langskomen en de geur is weg, ja, dan zeggen ze, wij ruiken niks, weet je wel. dat is het probleem. De woningbouw heeft wel briefjes gestuurd aan mevrouw, dat ze dat niet moet doen. En ook toen het nachtelijk werd, dat ze niet naar achter mocht koken. Dit zijn brieven van de woningbouwvereniging en dat is Brede Rode Wonen. Even kijken, dit is misschien...
Oh ja, de afgelopen periode heb ik opnieuw een aantal overlastklachten ontvangen. Deze klachten gaan over uw kookgedrag en de kookluchtjes die in het pan blijven hangen. Nou, dat vindt ze verschrikkelijk. Want ik bedoel, ze heeft al zoveel meegemaakt en ze is gewoon bang. Als er patat gebakken wordt ergens in een appartement hier, dan ruikt ze dat ook. Tuurlijk ruikt ze ook luchtjes van andere mensen. Mensen moeten toch koken kunnen? Maar de woningbouw die had gezegd van ja, dat pand is niet geschikt om te koken. Nou ja, dit is natuurlijk... Ja, echt waar. Het was namelijk donderdag, vrijdag, zaterdag. En dat bleek namelijk dat deze juffrouw naar een kerk gaat in Amsterdam. En daar kookte ze, ik weet niet voor, of, maar daar kookte ze heel groot voor misschien het publiek wat daar kwam. Ana zi bekan ay tsuri gegayu ana kemu gere ay felitin etqlalla ne kerk zibal sarih ay felitin qirm hajun wa kemu ana mahazta yisarha en gele zibil habarita amtsiu malati matini neru afti boste ambiboyo nere azgin etqlalla nay wutsu gegayu. Dat was mevrouw die drie dagen eigenlijk continu aan koken. En ook 's avonds. En dus ze begonnen weer een beetje om 11 uur zo. En dan ging het gewoon door. En dan lag je eigenlijk de hele nacht in de stank. Leite, nooit zeg even letten, hè? Gegei wel eens, zeg maar nee. Michalo, hassie goed blog. Hij te willen niet gaan eens hebben. Ze zijn meteen hassie goed blog. Het is erf in haar recept. Anagin, tegagut rahazibel maletu. Tegagulo. En leite ze balay serrene. Kaps aan asserta. Kaps aan tradition. Hij nog horolo. Totaal zeg hij verlet en hij zegt hij neemt je. Rijdende rechter, ik eis dat mevrouw haar avondmaaltijden tussen 5 en 8 uur 's avonds kookt met de zware kruiden. Niet 's nachts die zware kruiden gebruikt. Rijdende rechter, ik eis. Ik eis. Dat ze laam niet meer lastiggevallen wordt door de buurman. En valselijk beschuldigd wordt van dingen die ze niet gedaan heeft. Verder wil ik vragen of er uitgezocht kan worden waar de lek zit tussen mij en haar appartement. Als dat mogelijk is, zou ik zeer, zeer blij zijn. Want dat is de hoofdoorzaak dat wij last van elkaar hebben. Bedankt. Welkom in de studio allebei. Dankjewel. Even om uit te leggen, wij hebben allemaal een oortje in. En dat komt omdat u Tigrinya spreekt. Dat wordt continu vertaald, zodat wij elkaar goed kunnen begrijpen. U zegt, ik word 's nachts wakker van de geur. Ja, het is een hele scherpe kerriegeur. Je hebt twee soorten kerrie. Je hebt een milde kerrie. En een veel potentere kerrie. En zij gebruiken gewoon die potente kerrie. Als je langsloopt, dan denk je, oh, lekker. Okay. Maar als je te lang erin zit, dan brandt het gewoon en brandt mijn slijmvliezen eruit. Dat is er gebeurd. Deze neus is zeer gevoelig nu. En ik moet uitkijken met scherpe geuren. Maar dan ligt u te slapen. Ja. En die curry die komt dan in uw neus en dan wordt u wakker. Ja. Kijk, als het een keertje gebeurt, dan denk je, vervelend, weet je wel. Maar als het een echte structuur gaat krijgen... Dan slaap je niet, dan begin je gefrustreerd te raken, dan word je boos. Kunnen we stellen dat het uw leven beheerst? Ja, ja. Die neusbloeding, dat is echt geen pretje. Waarom bent u niet naar haar toegegaan om dit gewoon uit te leggen? Ben ik diverse keren heen gegaan. Ook als ik het tegenkwam in de hal, dat ik wegging of zo, dan zei ik waarom, weet je wel, waarom? Maar konden jullie met elkaar communiceren? Heel slecht. Heel slecht, ja, gebaren en zo en dat. En ik vind het ook vervelend dat ze iedere keer brieven kreeg. Maar wat moet ik nou? Ik moet toch wat? Salaam, dat lijkt me allemaal nogal wat om te horen. Wat vond u ervan dat de buurman niet gewoon naar u toe ging, maar dat via de woningbouwvereniging met een brief ging? Met je martijn. En als u hoort dat de buurman er zoveel last van heeft, schrikt u daar dan van? Oh nee, simbede. Bevelij is die nijlete. Sille ze aan te hasabam te aan de balle. Sille mok altifut nij gezij altifu sille ze woods zo lomalet. Gezijn is deze zone. Altifu woods als ze ik alle nesuber kahom udige perzolom. Ilamber aan een leet serre. Ik vel het en ik kaps achomant en de haar. Sir hallo. Ik zeker een echeman. Serre. Ik vel het en
En u denkt een bloedneus, dat is onmogelijk. Ik kan het niet willen, maar ik denk dat ik het niet wil. Ik kan het niet willen, maar ik kan het niet willen. Maar u zegt het is echt zo, ik heb dat. Hey, ik ben in het ziekenhuis beland, bij de KNO. En die hebben mijn neus onderzocht en die zeiden, je slijmvliezen zijn verbrand. Oké. Okay. Daar hebben ze een tampon erin gezet. Dat is zo'n lange wattenstaaf. Ik weet wat een tampon is, ja. Ja, ja. Goed. Nee, maar voor je neus. Zal ik zo zeggen. En dat moest ik 2 dagen inhouden. En de KNO zei ook tegen mij, ik zeg, kan het van dat en dat komen? Hij zegt, ja, daar moet je mee oppassen. En niet alleen zelf eten, maar dus ook als er om je heen gekookt wordt, dan kan dat ontstaan. Hij adviseert mij ook om geen paprika chips te eten, want dat is, weet je wel, dat is ook dat felle. Hoort u dat? Ja. Levert het u ook heel veel stress op? Ja, ik ben nieuw. Ik zeg echt al lopen, wel ik ben geen jammer kan lopen, maar ik mag weer. Ik heb een mooie idee. Amara is eerlijk. Naar school door je belen. Abaat ja, gezien. Sjaat ja, na die. Daar ga ik hier gaan. Maar niet zo kasser aan ik elenu. Maar niet zo kasser aan ik elenu. Ja. U kookt dus eigenlijk nooit. U eet dus elke dag magnetronmaaltijden. Dus nee, vers van soort tafeltje dekje bedrijf, weet je wel. Die hebben verse maaltijden. Nee, oh, gelukkig, ja. Ik ging wel een beetje zorgen maken. Nee. Maar mist u het koken niet? Nee, ik ben al een lui type wat dat betreft. Oh. Ja. Kunt u voorstellen dat u ook een magnetron in huis haalt en daar gewoon elke dag uw maaltijd in stopt? Kan je toch niet van het ijs? Nee, ja, hasbane. Natuurlijk zeggen, nee, natuurlijk zeggen, moet ik onderzoek hebben de bellen komen aan het stageren. U zegt, ik denk bijna zeker te weten dat het komt door geurlekkage. Zo noemt u het. Hoe weet u dat zo zeker? Omdat van mijn benedenbuurvrouw ooit eens een keer een rooktest of kanaaltest gedaan heb door een expert. En toen kwam de rook bij mij in mijn kamer. Oké. Dus u denkt dat huis is een beetje een lek, geurlek als een mandje? Die kanaal is lek. Het ligt niet aan ons, het ligt aan de woningbouw. Want ik ben al jaren bezig met de woningbouw. Om uit te zoeken of er een lek zat tussen haar en mij. Want daar, dat is precies... Dat is uw grote vraag, hè? Ja. Dat is de hamvraag. Ja. En daar wilt u nu dat meester Reed naar gaat kijken. Nou goed, meester Reed heeft goed naar u geluisterd. Ja, mooi. En samen met onze bouwpatholoog Jacques van den Berg gaat hij het huis waar jullie in wonen, het oude huis, eens grondig onderzoeken. Goedemiddag. Ik ben Ruud van der Leek. Meneer van der Leek. De IJssel. John Reed. Ja. Meneer van der Berg. Dag, meester Reed. Meneer van Bohemen. Geluids... Geurdeskundige. Geurdeskundige, dat was het. En dan met u? René de Lee, de vriendin van Salam. Mevrouw Tess van Lippen. Ik ben Salam. Tess van Lippen. Zij is de... Mijn achternaam. Ja? Tess van Lippen. Mijn naam is Salam. Nou, John Reed. Ja. En u bent? Goedendag, ik ben de tolk, Lydia. En u gaat alles wat ik zeg en wat mevrouw zegt vandaag voor ons tolken? Klopt. Ja? Oké. Okay. Gaat u mee? Mag wel allemaal mee. Allemaal mee. Oh jee, nou. Ja, nou, kom je binnen. Hey, kijk eens. Welkom oh, in wat? Mijn klein kamertje. Meneer van der Leek, waarom zijn we hier? U bent hier vanwege dat ik een lekkage heb, wat geur betreft, in de tussenmuur. En dat is een gezamenlijke muur met de buurman en juffrouw Salem. Ja? En, want ik moet zeggen, ik kom hier binnen en ik ruik volgens mij... Niks. Eten. Oh. En u? De meeste antwoord die ik krijg is, wij ruiken niks. Ik heb een hele scherpe neus, punt 1. En de meeste, waaronder de woningbouw, als ze een keertje komen van, ja, ik ruik eigenlijk niks. Ja. Ik wil het even aan mijn geurdeskundige vragen, want ik zeg, ik ruik eten. En dat is ook echt zo. Ja. En ik vind dat ik een slechte neus heb. Oh. Ruikt u het ook? Ik ben benieuwd waarop u baseert dat u een slechte neus heeft, maar even dat tezijde. Ik ruik hier typische geuren die je in elk huishouden ruikt. Nou, dan ga ik naar mevrouw natuurlijk. Wat maakt u? Ethiopische keuken? Nee, Ethiopische. Eritrese keuken? Eritrea. Ja, Eritrea. Ja, Eritrese. Koken maken. Hoe vaak kookt u? Sommige 3 keer per dag, sommige 2 keer per dag.
En is het altijd pittig? Misschien een hele stomme vraag. Nee. Gerry niet houten. Nee? Het is net wat je gewend bent. Gerry niet houten. Niet scherp. Als niet scherp. Geen scherpe curry. Ja, begrijp goed. Het is niet dagelijks. Het is niet één dag naar de andere dag. Ja, ik moet het zeggen. Zij kookte voor, op een gegeven moment voor de kerk. Want zij gaat naar de kerk in Amsterdam, hè? Nou ja, zegt ze van nee, maar het is, dat weet ik. Nee, dat is vals. Ik wil even ontploffen, want dit vind ik zo'n zware leugen. Dit is helemaal niet waar. Ze heeft nooit voor de kerk gekookt. Dat ze kookt voor zichzelf. Ze vertelt net 3 keer per dag. Hè? En toevallig dat die begeleidster dan kwam en dat ze voor zichzelf aan het koken was. Maar ze kookt met uien en met kruiden. En knoflook, ja. Maar voor een kerk ook. Ze heeft een uitkering. Hoe moet ze in godsnaam aan het geld komen om ook nog eens een keer voor grote gezelschappen te gaan kopen? Ik weet het niet zo goed. Ik kwam het elke keer tegen in de stukken. Nee, ja, in de dat, van meneer, dat is maar ook gewoon van een grote leugen. Dat hebben ze gewoon maar aangenomen. Ik wil van u weten welke structurele gebreken u denkt dat dit pand heeft, waardoor het u extra moeilijk wordt gemaakt om met die neus te leven. Ja. Achter die wand zit een schoorsteenkanaal. En die komt uit bij de benedenbuurvrouw. Die schoorsteen is zo slecht. De benedenbuurvrouw wou een kachel erop zetten, op die schoorsteen. Toen kwam er een expert en die stopte een krant in die opening van de schoorsteen. En toen stond ik hier in de rook. Zo slecht is deze schoorsteen. Dit zijn de oorspronkelijke bouwtekeningen. We hebben wat tekeningen. Dit is de begaande grond waar mevrouw woont. Hier heeft een schoorsteen gezeten. Dat is zeker wat meneer bedoelt. Ja. Die zat aan 2 kanten, zei hij wel. Dit is de verdieping. Dit is waar we nu staan. Ja, hier zijn we nu. En hier heeft dus een schoorsteen gestaan. En die is op het dak is die afgetopt. We kunnen boven even naar op de zolderverdieping kunnen we even naar de schoorsteen kijken. Ja. Daar is die omtimmerd ook. Ja, en dan kunnen we op het dak is. Even kijken. En daar is die niet meer te zien. Dan kun je hem zo doorprojecteren. Dat is geen schoorsteen meer. Gaan we daar even kijken. Meneer Van den Berg? Ja. Kan het zijn dat ik helemaal geen schoorsteen zie? Precies, er is helemaal geen schoorsteen meer te zien. Want hij zit hierin en bovenop het dak is hij weg. Er werd pittig gereageerd op uw reactie op dat zij voor de kerk zou koken. Nou ja, dat heb ik van horen zeggen. Haar vorige mentor, die heb ik persoonlijk gesproken en die zei het. Ik weet niet waarom zij zou liegen. Wat voor voordeel heeft ze om... Maar heeft u het gecheckt? Ja, ik heb haar gesproken. Maar, salam. Nee, want daar kan je niet mee communiceren natuurlijk. Dat is moeilijk. Nou, dan, want mevrouw De Lee, u reageerde heel stellig. U zegt, ik ontplof helemaal. Ja, het is echt een leugen. Ze kookt niet voor de kerk. Ze kookt alleen voor zichzelf. En ze heeft heus wel eens een vriendin op visite of een nichtje, dat is logisch, dat heeft iedereen. Maar koken voor groepen, dat is er helemaal niet bij. Maar meneer zegt, ik heb het gehoord van haar vorige begeleider. Ja, maar hij heeft het van horen zeggen. Nee, ik bedoel, persoonlijk. Nee, ja. Maar wat maakte dat u zo kwaad werd? Omdat het een grote leugen is. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Wat moet je op zo'n leugen nou reageren? Kan alleen maar kwaad worden. Ja. Maar als je dit dan allemaal hoort, hè, dus mevrouw De Lee zegt het is niet waar, Salam zegt het is niet waar, blijft u dan geloven dat het wel zo is? Ik denk niet dat andere mensen doelloos gaan lopen liegen. Wat schieten ze daarmee op? Maar dat zij liegen of dat dus de begeleider liegt? Ik hou dat in het midden. Ja, laten we kijken of we gewoon naar het probleem kunnen kijken. Ja. We gaan door met het locatiebezoek, want meester Reed wil heel graag zelf ook ervaren of hij de kookkunsten van Salam ook ruikt in de kamer van meneer Van der Leek. Dan ga ik nu graag naar uw huis. Nou, dan zijn we er. Dat is de kookplaats. Meneer Van den Berg, ja. Ik zie geen afzuigkap. Wat zien we wel? We zien hier een klein afzuigventiel. Een ventiel? Ja, kijk, dit is het ventiel en dit is de afzuiging. En... Oh, maar die zit gewoon helemaal los. Dus, oh, die zit er helemaal niet aan vast? Hij zuigt wel wat af, want boven staan die nieuwe motoren op. Dus het systeem is wel aangesloten erop. Ja. Je voelt dat het al afzuigt, maar het is minimaal. We hebben het gemeten en het is 35 kuub per uur. Zuig je dat wel? Eigenlijk voor zo'n keuken zou je 75 kuub moeten hebben. Maar als ik hier sta te koken, dan gebeurt er toch helemaal niks? Nee, dat zal een beetje afzuigen, maar het merendeel niet. Het merendeel verdwijnt in de ruimte hier. Want wat ik eerst wil doen,
koken. Is dat mevrouw gaat koken, dan gaan wij naar boven om te kijken wat we ruiken als mevrouw de kruiden erbij doet. Hè? Want u heeft al iets in een pannetje staan, hè? Er hoeven alleen nog maar kruiden bij, toch? Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Oké. Zwarte papier. Ik heb speciaal de luchtluikjes dicht gedaan, hè? Dat wel. Hè? Dat moet ik eerlijk zeggen, want ze zijn bij mij nu dicht. Ik wil constateren dat wij niet een heel sterk die kooklucht binnenkrijgen. Nee, maar dat komt ook niet in 5 minuten boven. Meneer Van den Berg. Ja. Meneer Van den Leek zegt, je moet eigenlijk 1/2 uur wachten voordat die geur naar binnen komt. Echt merkbaar is. Het bouwt zich echt op, ja. Zou je dat met roken kunnen versnellen? Dat je kan zien of het inderdaad lek is. We kunnen het proberen. Ladder gepakt en nou wil ik even een plafondplaat openschuiven. Mm-hmm. Dat misschien dat het boven in het verlaagde plafond rookt. Oké, okay, dat kan ook. Kom. Ja. Nee, wij zien geen rook, hè? Nee. Ik ben verbaasd. Voor de rook? Staat beneden helemaal vol met rook. Vol met rook? Vol. Is geen meter zichtbaar. Meneer Van den Leek constateert iets tot zijn ontzetting. En dat is? Langs het plafond. Dat wij niks zien. Oh. Dat wij niks zien. U heeft het afgekit, zei u? Ja, ik heb alles afgekit. Dat ziet u dat ik al die kieren dichtgemaakt heb. Ja. Goed. Nou, dan heb ik hier genoeg gezien en dan praat ik hier graag met u over verder op de hoorzitting. Mevrouw Salaam, is de rook, ging die snel weer uit uw woning? Want die zag helemaal blauw, die kamer. Je kwam te veel. Oh, gelukkig. Ja, te veel. Ik schrok al. Te veel. Ik denk dat het op het gegeven moment is. En het op het gegeven moment is het. Gelukkig. Vond u het niet teleurstellend? Want u dacht van, ik weet het bijna zeker dat het dus die lek uit die schoorsteen komt. Ik was er verbaasd van. Ja. Ja. U lacht nou wel, maar... Wacht even, ja, wat gebeurt er? Nou, u lacht wel dat ze niks gevonden hebben. Ik ben daar heel persoonlijk blij mee. Maar ik zal u wel een keer bellen midden in de nacht als ik in de stank lig. Dan moet u wel zo sportief zijn om langs te komen. Ja, dus lachen, dat doen we niet. Want u heeft het idee dat u wordt uitgelachen? Ja, net alsof ik er geen last van heb. Moet ik erom huilen dan of zo? Waar komt dit agressieve... Mevrouw, waarom zijn jullie zo agressief? Mevrouw De Lee denkt dat ik haar aanval. En dat is niet de bedoeling. Ik heb gewoon geklaagd bij de woningbouw. Moet ik nog langer naar die onzin luisteren? Want dan... ik vind het echt zo'n onzin. Nou ja. Maar hoe komt het dat u zo heftig reageert? Ik ben heel boos. Ik ben des duivels. Het arme kind, weet je wat ze allemaal meegemaakt heeft? Mm-hmm. Maar goed, en dan ik wil ook meneer. Dan denkt ze dat ze veilig is en dan krijgt ze zo'n buurman. Maar meneer heeft ook echt aangegeven dat hij er echt last van heeft. Ik wil niet zeggen dat zij iets verkeerd doet, maar hij heeft wel last. Nu voelt meneer zich een beetje weggezet, alsof hij leugens vertelt, terwijl hij dat natuurlijk niet doet. Hij vindt van niet. De geurcrisis houdt het hele pand zo ongeveer bezig, maar ook familie en vrienden van beide partijen. Libyan mendishmun Roma sagira nab Italië. Dennenheuvel, dat is een opvangcentrum voor Eritreërs en zo heb ik haar leren kennen. Ja, ze zegt altijd oma tegen mij. Ik heb natuurlijk wel de leeftijd om een oma te zijn. Oma die nieuwe maken. Ja. Alleen voor jou kijken, toch? Ik vind een aardige meid. Ja. En ze is niet lui, ja, ze pakt alles aan. Ze neemt dingen uit je handen. Dat blijkt ook wel, want ze is erg plichtsgetrouw. Want haar
vrijwilligerswerk, dat laat ze niet zomaar schieten. Ab Italië, na die met je train dagwerk, daar bel ik met je abz met Himalaya, die abz ga, iedere hiba ab kletsch en aserte arbeiten moet data. Nederlanden, wel had het op een hiba jo, maar het haga gesti, kluneger, ze hebben gezegd ga, kluneger, stijde gewoon ga, er hiba jo, wel te gaan doen, gin. أبزم بسمات أخو أبقى زي جن تعمه وتي حلفكون بفلاي نمح زي كعلن كلخو زنجر بقى كم زي يقله مستناتن جروا بتن أبيلن بتعمي حد حد جزء يجنا غي نعن بقى كم زي رخيبة كم زي رخيبة Ik wil absoluut niet discrimineren. Ik heb ook geen hekel ander. Dus voordat dit verkeerd overkomt, dat ik een of ander latente racist ben of zoiets, wil ik dat echt uit de wereld helpen. Want in het begin heb ik haar echt geholpen. Maar dit is de fout van de woningbouw. Die weigert om dit op te lossen. Het maakt me echt niet uit waar iemand vandaan komt. Of ze bruin, grijs, groen of pimpelpaas zijn of van Mars komen. Het zal me een zorg zijn. Ik wil echt uitdrukkelijk dat dit niet racistisch bedoeld is. Ruud is iemand die klaarstaat voor een ander, ongeacht het tijdstip, om het maar zo te noemen. Ongeacht persoon, religie of wat dan ook. Hij is er voor je. Ik vind niet dat hij discrimineert. Nee, dat doet hij niet. Ik merk gewoon dat hij elke week klaagt. Tenminste, als hij bij ons is. Dan is het toch serieus. En hij doet het niet zomaar. Instanties hier, instanties daar, ik ben alles afgelopen. En men zegt van ja, we kunnen er niks aan doen. En dat is ongelooflijk frustrerend. Het is zelfs zo frustrerend dat ik de elektrische stoppen bij mevrouw eens een keertje in de nacht eruit gedraaid heb. Nou, dat is niet mijn karakter om zulke dingen uit te spoken. Dat is niet mijn mentaliteit. Nee, dat is totaal tegen mijn karakter. Ik geloof niet dat het zo erg is met die luchten die ze veroorzaakt. Dat, ja, het ruikt een beetje, maar dat doe ik als ik kook, dat ook. Hazine, begin bekka. Derga, hamusha, arbaat amat mulu, beginne. Hazine, berkas, natugegat rahdekona, rode banen onee, naai, hagazunen. Rode wonen kijken ze niet om neer. Zeg maar om. Zie dat met aan de hollo is aan dat de raben hollon. Ik heb gezien neer om. Mussoe, Gaza, Abzahalef Gaza, hij woon neer om. Gaza hebben een abtoeum, hij woon. Gorovati om, hij woon. Melisun, eindakwinen. Anna Karmolut Rahinir, Kilagist Rahidel en Kabzi, bestak alen met een afkal bota, kuhabeni, kahet late Rahinir to Madame Nate. Ja, die stoppencrisis. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik werd wakker van kooklucht in mijn kamer. Ik naar beneden, aangeklopt. Ja, ze doet natuurlijk niet open. Nou, dan word je nog vervelender. Maar u rook ook dat de geur daar vandaan kwam? Ja. Overduidelijk. Ja. Maar hoorde u mevrouw Salam rommelen? Was ze wakker? Het was stil? Nee, ja. Maar ja, ze hield zich stil, want wie staat er dan de deur in het midden van de nacht? Nou ja, of ze lag te slapen. Met de kokerij aan. Ja, kan. En dan heb ik de stoppen eruit gedraaid. En ik wil alsnog nu mijn excuses aanbieden voor dat, want het is niet mijn karakter om zoiets te doen. Ja. Was u op dat moment aan het koken? Nee, dik is er niet aan. Ja, kan ik heel. Dik is er niet aan, met je zijn bieden. Meneer maakt zijn excuses. Zijn de excuses aanvaard? Anna is gezonden. Ik werk aan een christian met een olie. Oké, heel goed. Nou, dan heeft u het gehoord. De excuses zijn aangekomen. Nee, dat is ja, prima. Maar hoe zit het nou met de neus van meneer Van der Leek? Tijdens de hoorzitting roept meester Riet de hulp in van een KNO-arts. Welkom in Bloemendaal in Duinpaviljoen De Uitkijk. En aan de orde is de zaak van Van der Leek tegen mevrouw Tess Valem. Meneer Van der Leek, ik doe heel veel overlastzaken. En dat gaat altijd over geluidsoverlast. Ja, dit is bijzonder.
Ja, dit is bijzonder, ja. Ja, ik heb een hele vervelende neus, ja. En u heeft een hele vervelende neus. Ik zit in mijn auto af en toe ook en dan denk ik... Ik en denk dat mijn uitlaatlek... Neus, hou op, zegt ja. Ik ben blij als ik verkouden ben. Dat meen ik serieus. Maar dus als u nou gewoon er een klemmetje op... Nee, ik zit alleen maar in oplossingen. Ja. Meneer Van Bohemen, komt geuroverlast nog harder bij mensen binnen dan geluidsoverlast? Het is van oudsher een alarminstrument. En ja, we zijn heel erg visueel ingesteld tegenwoordig. We ruiken niet meer aan een pak melk, maar we kijken naar de datum. Dus we zijn ons er niet zo heel erg meer van bewust. Maar diep in ons brein, als wij iets ruiken waar wij, wat we niet vertrouwen... dan is dat wel voortdurend onze aandacht aan het vragen. En daar kunnen we stress van ondervinden. Alarm af. Er gaat een alarm af. Ja. Dus we kunnen daar emotioneel sneller last van krijgen... dan van bijvoorbeeld geluid. Ja, maar daar kun je nog oordoppen tegenin doen. Ja. Geur kun je niet aan ontsnappen. En dat is wel een heel belangrijk aspect. Misschien zit ik nog dichter bij de holbewoners dan. Andere, maar... Uw woorden. Ja. Maar het is wel, het raakt wel aan wat meneer Van Bohemen zegt, inderdaad. Ja. Een waarschuwingsfunctie. Ja. De meeste stoffen die ruik je al voordat ze giftig zijn. Dat zal de natuur niet zomaar hebben bedacht. Ja. Dus daarom grijpt het zo diep in. Daarom kun je er zo emotioneel op reageren. En daarom is er ook zo'n groot verschil in hoe mensen ermee omgaan. Want als iemand het prima vindt, dan accepteert hij het. Terwijl... In feite zet hij daarmee zijn onbewuste alarmknop af. Als iemand bang is dat hij daar lichamelijke schade of geestelijke schade van ondervindt, dan gaat hij dat alarm niet onderdrukken. U gaat mij toch niet zeggen dat ik in therapie moet, hè? Ik ga u niet zeggen dat u in therapie moet. Ik wil een KNO-arts spreken of het waar kan zijn wat u vertelt. Omdat ik het nog nooit heb gehoord. Dus ik ga kijken of ik KNO-arts Van de Borden aan de lijn kan krijgen. Met John Van de Borden. Nou, kijk eens. Meneer Van de Borden, u spreekt met John Reed, rijdende rechter. Hallo. Ik heb een eiser hier in de hoorzitting. En die doet stevige beweringen over hoe bepaalde geuren op zijn neusslijmvliezen inwerken. Kunt u daar licht op schijnen? Ja, dat kan ik. Heel wat fijn. Ik denk dat de grootste kans waar hij last van heeft niet is de geur, maar de inwerking van die stoffen op het neusslijmvlies. En dat zou ook verklaren waarom je er wakker van kan worden. Vertel. Want van geuren word je niet zo snel wakker. Maar de geuren waar hij last van heeft, dat zijn pittige geuren die het slijmvlies, als je daar gevoelig voor bent, inderdaad zo kunnen irriteren dat je daar zwelling van krijgt. En dat heeft een naam, dat heet een niet-allergische rhinitis. En rhinitis is niks anders dan verkoudheid. Mag ik wat vragen? Jazeker. Als je langdurig in een zeer scherpe kruidlucht zit, kan je daar... door de geïrriteerde slijmvliezen een bloeding van krijgen. Ja, net zoals je van verkoudheid makkelijker een neusbloeding krijgt. Oké, nou heel helder. Geweldig. Goed zo. Meneer Van de Borden, dank u wel. Ik ben blij dat ik mee heb kunnen werken. Oké. Dag. Succes met dit programma. Nou hebben we door mijn bouwpatholoog onderzoek laten doen of er een geurlek was. Want nou hebben we niks gevonden. Ja, ik ben ondersteboven. Dat ben ik serieus. Het is mij onbegrijpelijk. Echt maar... serieus. De deskundige die ging de hele tijd naar buiten om ervoor te zorgen dat zijn neus niet vervuild raakte. He, toch, meneer Van Bohemen? Dus die ging naar buiten even echt letterlijk een frisse neus halen. Ja. En weer naar binnen om ervoor te zorgen dat het niet verdoofd raakte. En op een gegeven moment, nou vertelt u het zelf maar. Nou ja, ik ging even naar buiten via de hal. En op de hal was de geur zeer duidelijk aanwezig. Ja, heel duidelijk aanwezig. Nee, want ik dacht nog, ik ruik het zo sterk in het trappenhuis... meneer heeft dat geurlek hem niet nodig, want het waait gewoon bij hem naar binnen. Onderweg hierheen schoot het me opeens te binnen dat het misschien van buitenaf komt, de geur. Want ik heb altijd mijn ventilatieroosters open. Oh. Want de afzuigmachine staat op dak. Ja, er komt een enorme geur uit als het aan het koken is. Hoe weet u dat? Omdat ik wel op dak ben geweest. Echt? Ja. En ook als je naar beneden liep in de hal, kan je het duidelijk ruiken dat het bij haar vandaan komt. Want zij heeft geen tochtstrippen in de deur.
Nee, maar dat was wel duidelijk. En het zat in het hele trappenhuis. Ja, ja. En zodoende. En dat heb ik ook 's nachts gedaan. Hè? Naar beneden gegaan om 2 uur 's nachts. En aan de deur geklopt. En zij is bang om open te doen. Dat kan ik me volledig indenken. Ik heb een spionnetje in mijn deur. Om te kijken wie 's nachts voor mijn deur zou staan. Dat is, zo zit dat. Want waarom lacht u? Je weet... Ik weet even... Ja, proper en ik. Nieuw. Ik vroeg, ja, het pijl niet roep. Rij kwak ik nieuw. En ik wat ik zou willen, ideologen. Maar u zegt, toen lacht u niet, want u zegt, ik ben bang voor hem geworden. Ja, het is een zokkerkwees. Want mevrouw zegt, ik wil met rust gelaten worden door meneer. Toch? Maar waar moet meneer mee stoppen? Meneer Van Bohemen, wat moet je als je dat wil oplossen, dit probleem, waar moet je dan aan denken? Het zou al kunnen helpen als het kooktoestel onder dat inlaatventiel zou worden gezet. Maar veel beter is gewoon een hogere capaciteit dat de geur tijdens het koken wordt afgevangen en of naar buiten gevoerd. En als dat niet lukt, dat de lucht via een filter wordt gereinigd en weer de ruimte in wordt gebracht. Ja, dat heb ik ook al voorgesteld aan meneer Smit van onderuit. Ja. Zet er een goede wasemkap op, een goede afzuiger die rechtstreeks naar buiten gaat. Ja, zijn standaard antwoord is nee. Een gewetensvraag. Want wat zou u er zelf voor over hebben om er vanaf te zijn? Ik ben financieel niet zo draagkrachtig. Anders graag, als ik een miljonair was, dan kocht ik een huis voor de concert. Nou, vind ik toch aardig dat u dat zegt. Ja, nee, serieus. En ik wil heel duidelijk zeggen dat ik haar niet slecht bejegend ben. Dat meen ik serieus. Okay. Hoort u dat, mevrouw? Stelt u dat gerust? Dat is mijn mening. Ja, als ik een multimiljonair was, dan... alsjeblieft. Ja. Klaar. Ja, het boeit u, gegeven alleen naar mij. En dan kon ik zoeken en jij kon de bedelho. En ik kan je werk doen en ik kon de bedelho. En dan roeit je het nog om gaan en ik kon de visie. Dank u wel. Ja, Nelly. Dan heb ik hier genoeg gehoord. Ik ga erover nadenken. Oké. Ik ga een uitspraak schrijven en ik zie je heel graag terug bij de uitspraak. Wat denkt u dat de rechter gaat beslissen? Naar voor de gevaar aan het aantekken voor mogen willen. Inshallah, ze hebben kwaad gezien. Ik ben al heel blij, namelijk dat ik nu zeker weet dat er geen lek tussen mij en haar zit. Dat bent u al wijzer. Dat was de primaire bedoeling van deze exercitie. En bent u nu wat rustiger geworden doordat alles duidelijk is uitgesproken naar elkaar? En u zegt, ja, ik kan geen nieuw huis voor de kopen, dat zou ik graag willen. Ja. Maar misschien een afzuigkap, waardoor u van het probleem af bent. Nou, dan moeten we met z'n twee delen. Als familie De Lee bereid is om de helft te betalen, wil ik best wel aan toe bijdragen. Ja. Want dat zou het volgens mij gewoon heel veel schelen. En direct naar buiten. Direct naar buiten. Ruikt u nou ook het eten van de buren en wordt u er helemaal gek van? Of heeft u een heel ander conflict? Bel of mail ons, dan lossen wij het juridisch voor u helemaal op. En dan is het nu tijd voor de uitspraak. Hier is Meester Reed. Uitspraak in de zaak van Van der Leek tegen Tess Fallon. U heeft allebei last van de kookgeuren. U vindt het vervelend dat u ze veroorzaakt en u krijgt er zelfs fysieke klachten van, tot bloedens toe. Ja. Het staat vast dat u uitzonderlijk aromatisch kookt. Mijn deskundige heeft in uw woning echter geen geurlek kunnen vinden. Ik constateerde een etenslucht. Maar toen mevrouw Tess Fallon ging koken, veranderde er niets. Wel rook ik in de gang, buiten uw voordeur, een kruidige kookgeur. Maar hoe die bij u binnenkwam, is nog niet verklaard.
Dat u door het koken onrechtmatige hinder veroorzaakt, is niet gebleken. Bovendien is er geen wet of regel die u verbiedt om op bepaalde tijden te koken. Uw vordering dat mevrouw Tesfalem na 8 uur 's avonds niet mag koken, wijs ik dus af. U zegt al dat u niet na 8 uur kookt en u bent dat ook niet van plan. Dat juich ik toe. U vordert dat meneer Van der Leek u met rust laat. U heeft het recht om met rust te worden gelaten, maar de wijze waarop meneer Van der Leek zich tot nu toe met u bemoeit, rechtvaardigt geen vergaande maatregel zoals een contactverbod. Ik wijs uw vordering af, maar het uitdraaien van de stoppen, dat kan natuurlijk niet. Dat was eens en nooit weer. Nee. Over het koken voor de kerk, dat meneer Van der Leek stelt, het volgende. Ik acht niet bewezen dat hij u daarmee vals beschuldigt. Ik wijs uw vordering af. Blijft staan dat u beide hinder heeft door de te beperkte afzuigcapaciteit van uw woning. En het zou de woningbouwvereniging sieren om een praktische oplossing te bieden. Dit is mijn uitspraak. En daarmee is de zaak gesloten. Ik zou zeggen gelijk bellen met de woningbouwvereniging. Ja. Maar ja, als ze zeggen van nou bekijk het maar, dan... Dan kunt u het zelf nog doen. Want u heeft net gezegd, als we misschien samenwerken, kunnen we toch een afzuigkap regelen. Ja, als regelen. Van de Lee... Mevrouw De Lee wil misschien ook wel helpen. Ja. Is dat een oplossing? Heel goed. Misschien is het idee om aan tafel te gaan zitten met de woningbouw, met familie De Lee er ook bij. Wij juichen het alleen maar toe. Ja. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken. Dag.